Burn me, more like burn me. Oké, dat vond ik wel een goeie. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon X, de Avatarlog, samen met Sander van Gaming SB. Hallo. Vandaag hopen we eindelijk bij die stad aan te komen, want dan kunnen we eindelijk de Pokémon's in ons team doen die we ook in ons team willen. Wacht even. I did it. Pikachu. Geen lach, terwijl ik hallo zei. Hey, ik ben trots op je, Sander. Maar ik deed ook niks. Toen moest ik al lachen, toen dacht ik, kut, nee. Er zit een Pokémon in het grasje die ik echt mega graag wil. Is een Bulthound. Oh, Sander, hoe durf je te schelden? Oh, ik ben ook zo lief. Jij bent echt zo'n stoute jongen. Oh, mijn Fero moet echt wel wat leveltjes hebben voor de Flying type move. Kijk, er zijn iets van 3 Pokémon hier die ik nog kan vangen, maar 1 daarvan wil ik echt heel graag. En die is 10% kans. Dus hey, dit is ook een Pokémon die ik nog mag. Welke Pokémon is het? Het is een Burmy. En het is een mannetje, dus die wordt een Mothim, toch? Ja. Nice. Die. Oh, die zijn wel goed. Want die mag ik misschien ook vangen, maar als hij evolueert... Hij blijft Buck, dus. Dan mag je hem sowieso, hè? Oh ja, ik mag hem sowieso vangen. Maar... Wacht, Mothim is toch die met die verschillende vormen? Ja. En verschillende typings, ja. Oh, jij kan gewoon rennen, jong. Geen wonder dat ik achterloop. Oh, wist je dat niet? Wauw, Sander. Ik wist dat niet. Ja, het was voor een noob speler. Nou, nu je het zegt, een aardige noob wel. Ja. Ja, het noob zijn heb je wel een soort van uitgevonden. Zelf wel aardig, ja. Deze Burmy doet de hele tijd protect. Fucking irritant. Oké. Ja. Dat is wat ze noemen... Minder toch? Ook. Zeker ook dat. 1. Volg Milan op Twitch. Ja, graag. Ik moet zeggen dat er nu eindelijk wel weer een periode is dat er wat meer kijkers zijn. Dus dat is wel fijn. Wanneer had je dat dipje dan? Eigenlijk begin van dit jaar. Nee. Januari. Ja. Januari staat er ook wel bekend dat voor content echt al vaak een dipje geeft. Waarom? Geen idee, want ik zou denken, Milan maakt toch goede content, dus ik kijk er toch het hele jaar naar. En niet alleen februari tot december. Maar oké. Ja. Ja? Tja, wat moet je daarvan zeggen? Deze bitch gaan we even slaan. Of je vindt het niks, maar dan vind je het ook het hele jaar niks. Ja, dan kijk je het ook het hele jaar niet. Precies, maar aan de content zelf verandert er niet veel. Nee. Wel binnenkort weer lekker pack openingetjes, dus daar heb ik wel zin in. Ja, maar dat is een positief verandering. Dus daardoor gaan ze niet weg. Nee, gaat ze het erin wrijven met de Pikachu's? Jongen, nee. Echt hoor. Wat een hater deze... Ik weet niet wat het is. Ik heb niet op de trainer tag gelet, zeg maar. Misschien is het een ace trainer, misschien is het een breeder, misschien is het een jongster. Ik weet het niet. Of een last. Beauty. Oh, beauty. Vast. Je kunt niet aardig en er goed uitzien. Nee, dat is een grapje, jongens. Dat is een grapje. Ik wou net zeggen. Kijk maar naar mij, zegt hij ook. Oh ja, ik vergeet dat het een Nuzlocke is. Is er een Pokémon? Rip Zero. Echt? Ja. Wauw, Sander. Ik ben helemaal niet op, jong. Ik ben er helemaal niet op. Wat is dit? Oh, maar deze Pikachu wordt oprecht best wel lastig voor mij, hoor. Misschien met Bunnelbeam, maar... Ja, ik denk niet dat hij al een grondaanval heeft. Nee, nou dat is ook een beetje het probleem. En ik... Wat als ik verlies? Dan ben je een loser. Welk level is die Pikachu dan? 5. En jij? Mijn meeste Pokémon zijn level 3 of 4. Okay. Alleen mijn Froakie is level 9. Maar ja, die ga ik ook niet inzetten, want die gaat ook dood.
One maar mijn molkonijn lijkt het te overleven. Okay. Als hij nu killt. Hij killt niet, nee. Static, oh nee, dit gaat helemaal fout. Avatarlok gaat fout, dat wordt de titel. Ja, kut, sorry. Even voor mezelf alvast, dat wordt waarschijnlijk niet de titel. Want ik ga... dat gaat waarschijnlijk niet. Aflevering 2, Avatarlok gaat fout. Yeah. Wacht even, ik moet even een Discord berichtje sturen. Naar mij. Avatarlok gaat fout. Of naar jezelf, dat jij het bestand Avatarlok gaat fout gaat noemen. Oké, ja. Oh, ja, het was naar mij. Het was naar mij, ja hoor. Pam, 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 pam. Hé, hey, eindelijk, Azuril. Hè? Huh? Sander, ben jij er nog? Hoor je me nu? Ja, 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 ik hoor je. Ja. Gelukkig. Oké. Okay. We praten gelukkig niet door elkaar heen, maar je hebt het niet gehoord. Ik zei, ik doe het ook niet caps op, want anders was het geen goede YouTube-titel. En daarna zei ik, maar blijf, ik kom maar pik, doe nou. Ah. Dat. Aha. Dus. Nice, ik heb een Pokémon die ik in mijn team wil, dus dat is fijn. Maar even, de laatste keer dat ik hier gesproken heb, toen wisten we nog niet de uitslag van Wie is de Mol natuurlijk. Nee, dat klopt. Nu wel. Ik ben benieuwd, wat vind je? Ik dacht eerst, ik vond eerst René een beetje saai. Ja. Maar nu, ik vind wel echt dat ze het leuk gedaan heeft als ik de dingen terugzie. Ja. Ja, ja, ik ook wel. Ik had wel gehoopt dat het Rocky was. Ja? Ja, ik weet niet. Ik vond het wel leuk of zo. Oké. Nou, ja. Gewoon omdat zoveel op René zaten, dan krijg ik toch een beetje afkeer. Dus dan... zoiets van, nee, het is Rocky. Maar dat moet je nooit doen aan het eind, want dan ga je verliezen. En nee, precies. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké, ik ga een Pokémontje healen. En dan ga ik zo meteen weer terug de route in om eventjes nog die trainers te verslaan. Alleen nu kan ik ook eventjes het team erin doen die ik ook echt in mijn team wil, zeg maar. Ja, dat is echt irritant. Poison Steel. Oh, dat is natuurlijk super... Oh, nee, dat is niet super... Oké. Okay, wacht. Poison is toch super effective op Bug? Of ben ik gek? Nee. Ja, volgens mij ook gek. Volgens mij is dat niet, hoor. Nou. Daar gaat mijn leven. Hm? Ja. Oké. Okay. Doet hij nog een keer Poison Steel? Ik ben nu wel poisoned. Oh, dan ga ik... Oh, nee, je gaat in deze game niet dood aan Poison. Nee, volgens mij niet. Nee. Ik heb gewoon al één def. En één bijna def van mijn Froakie. Was ook al bijna fout gegaan. Ik weet niet wat ik heb, maar het gaat niet zo goed. Nee. Je hebt wel eens betere dingen gehad, ja. Maar dat is één voordeel. Dan is er in ieder geval een moment geweest dat ik voor stond. Dus dat is voordelig. Ik hoop zo dat ik niet weer zo'n soort domme acties doe. Het is ook gewoon, weet je, het komt waarschijnlijk omdat ik nu Sword and Shield speel en dan speel je gewoon casual. Dus dan ben ik meer geneigd om te risken. Ja, snap ik. Ik snap helemaal wat je bedoelt. En het is niet dat ik daar ook graag mijn Pokémon dood laat gaan, maar dan denk je wel van, ah, als hij dit haalt, dan is hij level omhoog. Ja, precies. En chill en dan, ja. Oh, hop. Ik ga uit deze route. Oh, oké. Ja, ik ben nog eventjes teruggegaan op wat... Of ben je nu uit het bos? Nou, de dikke praat tegen me en daarna... Ja, oké. Dus hoop ik. Oh, je bent uit het bos, oké. Holy damn, lopen we nou met z'n vijven? Ze zijn gewoon een hele gang, jongen. Ja, ja. Zo, route 3 alweer. Maar... Oh ja, klopt. Die ene route was geen gans. Maar Sander, hè? Nu we al een afleveringetje erop hebben zitten. Wat vind je van de game? Vind ik echt heel lastig te zeggen, maar op zich, qua look ziet het er niet verkeerd uit. Nee, zeker niet. Maar verder durf je er nog niet zoveel over te zeggen. Snap nee, ik hoor, we hebben nog niet zoveel gedaan. Maar...
Bruh, ik ken de story nog helemaal niet, jong. Nee. De story is wel echt goed, vind ik, van deze game. Alleen ik vind het Evil Team wat minder, maar verder. Ik haal alleen mijn informatie nu uit de anime voor de mensen die nu denken van... Sander gaat iets over de story zeggen, wat voor... ik vond de story in de anime namelijk heel goed. Ja, het is niet helemaal hetzelfde. Die was heel vet. Nee, oké. Okay. Dat was heel vet. Mm-hmm. Maar ja, dat zeg ik al van ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook niet te vergelijken. Maar, nee, precies. Ja, dat is ook de enige, het enige vergelijkingspunt dat ik heb. Dus ja, dan moet je toch iets. Maar even kijken, wat wou ik nog vragen? Oh ja, één ding wat je wel moet weten, we zijn zo meteen al bij de eerste gym, hè? Tussen de eerste gym en de tweede gym zit echt heel lang. Volgens mij wist ik dat wel. Volgens mij had ik dat wel. Is dat de grootste complaint van deze game? Van X en Y. Alleen, ik vind het niet per se storend, alleen het valt wel op, zeg maar. Ja, maar dan de eerste gym is dan level 8 of zo? Dat denk ik, dat weet ik of niet. Of ben ik zo onderleveld? Ik ben zeg maar nog in die route waar jij nu ook bent aan het vechten. En mijn hoogste Pokémon is level 11. Alleen met de rest is gewoon allemaal heel laag, zeg maar. Maar dus... krijg je in deze game ook XP voor catch? Ja. Vangen? Dat bedoel ik. Ja. Kan ja. ook van nee. Ja, voor vangen krijg je ook XP. Oké. Dat scheelt alweer. Alleen, het kut is, al mijn Pokémon zijn low health, zo een beetje, volgens mij. Dan, want je ja, kan, behalve Urg, maar die ga ik toch niet gebruiken. Je kan in deze route alles ontwijken en even snel naar de Pokémon Center gaan in het volgende stadje. Ja, volgens mij kan je alles ontwijken in deze route. Oké. Ja, dan kan ik ook dingetje meenemen. Hey, Bidoof! Cool. Oh, ja, die mag je ook vangen. Ik wist niet eens dat deze in de game zat. Nee, ja, die mag Op je ook vangen. Op zich is wel een water-type. Pokémon als hij evolueert, dus. Dat klopt. Of is hij rock? Nee. Water. Normaal water. Ja. Dan had ik het dus wel goed. In het begin. Ja, dan wil ik hem toch wel hebben. Snap ik. Is die Felicion? Die vlinder? Vivian. Is die een beetje goed? Vivian. Ik heb liever Beedrill, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb natuurlijk ook Beedrill. Of nog geen Beedrill dan, nee, maar... ik snap wat je bedoelt. Weedle. Bidoof. Ga in de Pokéball, alsjeblieft. Hey, Pikachu! Oh, tuurlijk hoor, hij komt Pikachu. Ja, en ik mag hem niet eens vangen. Oh nee, couldn't get away. Oké, nee, ik ga niet echt weg. Dit ga ik niet risken. Maar ik ben wel salty nu. Mag ik zo'n Sander salt in het chat? Nee. Echt jongen, als jij ooit affiliate wordt, moet dat jouw eerste emote worden. Ja, sowieso. Maar ik ben ook gewoon heel snel salty. Nee. Maar dat weet je wel van jezelf. Yep. Oké. Heel even healen. Willem Bever noem ik hem. Nice. Kijk, dit is mijn beste naam tot nu toe. Ja. Al vond ik Squirtle ook wel een goede naam voor een ninja kikker, maar ja. Denk je natuurlijk ook wel direct aan bij een ninja kikker. Oh. Oké. Okay. What the fuck? Wat gebeurt er? Ja, dat is een goede vraag. Iemand komt ineens langs. Oh ja, dat is de eerste gym. Oh. Ik denk dat ze een asociaal zijn, maar nee. Oh. Nou ja, dat is ook. Oh. Maar. Of nee, zij is niet de eerste gymleader, denk ik. Nee, volgens mij niet. Is dat niet die met die... met die Lucario. Ja. Corina. Dat is waarschijnlijk echt een van de laatste, of niet? Nee, dat valt wel geen mee. Idee, hoor. Maar... Volgens mij de vierde of zo. Zoiets. Ik weet het niet precies meer, hoor, maar... Maar krijg je dan niet, als de eerste en tweede zo ver uit elkaar liggen, krijg je dan niet dat de rest dan allemaal juist heel dicht op elkaar ligt? Of jawel.
Ja, het is niet extreem dicht op elkaar, maar wel redelijk, zeg maar. Oké. Wie ga ik wegdoen? Scatterbug? Nee, Sixcoon natuurlijk. Oh, wat? Hoe is het? Sixcoon, ga jij maar. Lekker in de box. Ik zal deze eventjes Dev noemen, dan weet ik dat mijn Pidgey dood is. Dood. Wacht. Een betere naam. Maar hoe ga je hem noemen? Verderf. Haha, wat is dat nou weer? Als in dood en verderf. Toen dacht ik, hé, ik kan hem ook gewoon verderf. ik wil gewoon uniek zijn. Oké. Ja. Puur zeppelinnetje, die moet echt wat levels krijgen. Als ik die eenmaal wat leveltjes heb, dan durf ik de gym leader aan. Je kan het. Al ja, weet ik niet wat de gym leader is voor typing, maar... Normal volgens mij. Oh, ik had verwacht Puk. Waarom? Geen idee hoor, maar... Het kan allemaal goed zijn dat ik allemaal alles wat ik zeg, dat het allemaal niet klopt hoor. Want ik heb deze game echt al heel lang niet meer gespeeld. Nee, oké. Oh, Pichu. Nee. Hé, ik moet ook tegen Pichu. Ik moet tegen dezelfde trainer. Ik ben teruggelopen. Ah, ja. Nee, ik ook. Oké, Pichu is een baby-evolutie. Zou Froakie dat aankunnen van level 9? Ja, daar kan hij 100% aan. Op zich, mijn vuurzeppelin ging ook niet dood door een Thundershock. De special defense van die Pichu is echt heel laag. Ja, maar het gaat me meer om de special attack. Ja, maar dat zal ook niet heel hoog zijn, denk ik. Maar ik bedoel meer van, jij ja, doet One-Hit KO'tje, doe je waarschijnlijk. Dat is wel zo slecht. Nou, misschien is het wel een One-Hit KO. Yo! Het werkt, het was ook wel een quick. Ja, zie je. Dat maakt niet uit. Oké. Ja, dan moet je er niet bij vertellen. Oh nee, het werkte gewoon zonder quit. Gewoon ja, helemaal eigen dingen. Oh, ik wil zo graag gewoon een fiets. Nou, je krijgt straks iets anders dan een fiets. En dat krijg je ook al bijna. Krijg ik geen fiets? Uiteindelijk wel, maar de fiets gebruik je... How dare you take my fiets off of mij? De fiets gebruik je bijna niet in deze game. Oh. Omdat je iets beters krijgt dan een fiets. Is het die roller skates? Ja. Oh, dan kan ik ook asociaal worden, net als die ene chick die zo net langs kwam. Yeah, dat vind ik mooi. Vind ik leuk. Oh lol, die roller skater die langs jou reed net, dat is niet eens die ene gymleader. Dat is gewoon een random roller skater. Want zij geeft jou die roller skates namelijk. Ah. Oké, apart. Oh. Apart. Zij heeft wel meteen een Pokémon van level 7. Dat had ik even niet aan zien komen. Ja, nou kijk, en daarom ben ik dus aan het trainen, jongens. Ja. Het is wel maar een 6. Kunnen we een grinding doen naar deze aflevering? Och, daar gaan we weer. Eigenlijk moeten we een regel instellen dat je Pokémon's niet maximaal 5 level hoger mag zijn dan de gym leader. Ja, nee. Oh, ik bedoel het ook niet als in... Dan kan ik overlevelen, maar gewoon omdat ik nu onderleveld ben. Nee, ja. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. Alleen, dat kon waarschijnlijk ook... En dit maakt het nog steeds niet goed, maar... Doordat ik de games dan niet ken en dan denk ik... Oh, hoe hoog is hij in andere games? En dan schat ik het per ongeluk te hoog in. Ja, dan kan je het beste Serebii er gewoon bij pakken. Ik heb de roller skates. Ik heb de Bidoof verslagen van een of andere trainer. Ik ben ook goed bezig. Ik ben trots op je. Lik. Ik heb Lik. Yeah, ik hou van de roller skates. Die zijn lekker snel, jongen. Wat zo vlot. Zal ik de gymleader al doen of zal ik eerst even healen? Laat ik eerst even healen. Lijkt me wel. En volgens mij is het normal. Ja. Ik denk nog steeds dat het normal is. Doe rustig. Maar, wacht. De eerste, is dat al die... Nee, want dat is elektrisch, toch? In die grote stad. Ja, maar dat is... Maar daar kom je toch al heel snel. Ja, maar dat is pas de vijfde gym, want je gaat niet meteen naar die gym toe, zeg maar. Ja, maar bruh. Wat is er? Dat is op zich niet zo gek, want dat is in... Hoe heet het? In...
Diamond and Pearl ook. Dan heb je... Oh ja, shit, ik ben laag HP. Dan heb je Fantina. Mm-hmm. Stadje, en daar kun je ook niet als derde die gym verslaan. In Platinum wel, maar... Ja, precies. Ja, in ja. Platinum heb je echt veel keuze, want volgens mm-hmm. mij kun je daar dus en Pistoria en Veilstone en Hardhome dus ja, doen. Klopt, klopt. Dat is echt... Heftig. Ja. Op zich is het wel leuk als je wat keuze hebt, alleen mm-hmm. het kan ook te ver gaan, oké. Sander, je had gelijk, het is een bug jam. Ik ben geweldig. Maar weet je wat het leuke is aan deze gym? Nou. Volgens mij kan je in één keer doorlopen naar de gymleader als je wilt. Dat ga ik niet doen hoor. Maar nee, wat het leuke is aan deze gym, is dat ik een vuur Pokémon heb. En dat ik alles gewoon ja, weg... ik wou dat ik een vuur Pokémon had. Ik heb een vuur Pokémon, maar niet met een vuuraanval. Dan heb je er vrij weinig aan, zeg maar. Ja, nou ja, dat vond ik ook eigenlijk, nu het je zegt. En ik heb een Burmy. Burmy, more like burn me. Oké, dat vond ik wel een goeie. Zo ga ik hem dus ook noemen. Zet dat weer eventjes in een Discord chatje. Wat, burn me? Nee, gewoon Burmy, more like burn. Ja. Oh. Dat is wel een tweet. Perfecte ja, en een perfecte title voor de aflevering. Bot voor 3. Mijn burn me is dood. Nee, grapje. Hij zit in de doodbox, maar... Okay. Alsnog. Pen Sage. Nou, ik vind het niet echt een Sage-achtig iemand, maar oké. Oké, Vuurzeppelin is wel al level 6. Nice, dus je kunt zeggen wat je wil... Maar jij maakt het verschil. Dat minder snel... ja. Dat ook. maar ik had verwacht dat het minder snel zou gaan. Oké. Hey, mijn Weedle evolueert. Het mooie van negatief zijn. Dat valt altijd mee. Ja. Weedle evolueert, Sander. Ben je al blij voor me? Ja. Oké. Mijn cam liep niet vast. Oké. Ik deed gewoon heel lang dezelfde pose. Oké. En terecht ook wel. De Kuna Matata. Ik heb best ook eventjes de andere trainen. Willem Beven, dat is een water Pokémon, maar ik heb natuurlijk ook al Squirtle. Of Froakie. Sorry. Tja, we hadden dit totaal niet aanzien komen, Sander. Echt hè, echt. Oh. Dit is zo mooi. Oh, dit is wel de vuur. Ik denk, ik heb een vuur-Pokémon, dus hij zal wel een water-Pokémon inzetten. Nee hoor, doet hij alsnog de vuur-Pokémon. Very jammer. Dat noemen ze de Piel, volgens mij. wel? Ja, voor mij wel. Ja. Maar als ik nu naar het woordenboek ga en ik ga naar de Piel, dan zie ik letterlijk zo'n plaatje van deze trainer, zeg maar. Maar Sander, volgens mij heeft hij ze alle drie. Ja. Maar ik zou denken, als ik de vuur inzet tegen een gras, dat jij dan denkt, hé, laat ik water inzetten, want ja, maar, dat is perfect, maar dat doet hij niet. Ja, maar Sander, weet je waar dat fout gaat? Jij begon te denken. Ja. Daar ging het al fout. Dat moet je ook niet doen. Nou, de laatste keer dat ik niet dacht, toen verloor ik een pitje genaamd... Pharaoh, dus... Ik vind het zo grappig dat jij echt na gaat denken hoe je die Pokémon moet uitspreken. Oh, dat kun je horen. Ja, dat kan ik horen. Ja, nee. Ja, ik heb er wel... Ik zit er wel mee, ja. Wacht, zeg jij het nog eens? Pidgey. Weet je wel, Pidgey. Als in Pidgeon? Ja, oké. Ja, op zich is dat best logisch. Makkelijk. Niet. Heel raar. Dus. Penpoor. Oh ja, dat klinkt wel als een water-Pokémon inderdaad, Penpoor. Wel hè? Niet dat Sage en die andere klinkt als gras en vuur, maar dat doet hij niet. Dit gaat echt uren duren. Milan, mag ik? Wat? Nee, je mag geen speedbuttons, Sander. Zo mooi, dit is zo mooi.
Oh, poisoned. Boch. Dus. Ah, oh, dit gaat echt lang duren. Dit gaat okay, zo lang duren. Ik ga toch... Oh, niet vuurzappelin. Nee. Ik... Hoe durf je poison sting op mij te doen, jij vieze kakuna? Doe nou niet zo toxic, kakuna. Sander, je bent wel echt van de goede titelquotes. Daar ben je wel goed in. Moet ik deze ook eventjes opschrijven? Of, Nee, want we hadden al die andere van die Burmy. Oh ja, oh ja. Nou, dat wordt sowieso ook een tweet hoor, jongens. Dus... De tweet is waarschijnlijk verzonden op 13.03 rond 5 uur of zo, denk ik, ongeveer. Straks tussen de opnames door. Eventjes gauw die tweet versturen. Precies, precies. Sander, ik hoef nog maar één avatarlog van Omega Ruby te editen en dan staat alles online. Nice. En dat is aan het eind van deze maand is alles al geüpload. Oh. Dat is snel op zich. Ja. Wacht, shit, ja, dat is ook zo. De gymleader heeft volgens mij even uit mijn hoofd een Surskit. En dat is een water-Pokémon. En die is echt kut. Oké. Okay. Ik zit nu over daar voor jou. Ik zit ook erg te twijfelen of ik niet... Kakuna even een leveltje moet trainen zodat die Beedrill is. En misschien dat ik met Beedrill die, godverdomme, die Surskit wel aan kan. Ik vind het irritant dat je in deze boxes, als je Pokémon omwisselt, zeg maar, dat die ze ook meteen omwisselt en niet dat je ze in je hand hebt. Zoals bij Diamond and Pearl. En dan gaan ze dus ja, naar mijn deathbox en dan heb ik dat niet door. En dan, nee, mijn leven. Oh, ik heb iedereen al verslagen. Oh, shit. Dan moet ik nu naar de gymleader. Durf ik dat aan? Nee. Voor de gym staat dan nog... Alhoewel. Ik heb 3 van level 5, 1 van level 3. En 1 van level 8 en 1 van level 10. Oké. Okay. Gaat dit lukken? Waarschijnlijk niet. Wacht, zeg nog eens. 3 level 5. Ja. 1 level 3. 1 level 8 en 1 level 10. En welke zijn die level 8 en level 10? Level 8 is vuur zeppelin. Ja. Oftewel Fletchling. Of is het Fletchender? Dat weet ik niet. Fletchling, en die andere is Froakie. Heeft jou... Ik moet eerst nog die roller skates. Ja, zij heeft een Sixagoon van level 7. Maar heeft jouw Fletchling al een vuuraanval? Nee. Is hij al level 8? Ja, hè? Ja. Dan misschien op level 9 ligt die Ember. En dan heb je... Dan heb je er wat meer aan. Ja. Wat ik zou doen is... ik zou Froakie vooral bewaren voor... Volgens mij is het de Surskit. Of is het al een Masquerain? Ik denk een Surskit. Oeh, als het een Masquerain is... Dan nee, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niks van. Ik ga het even checken, ja. Ja, Surskit en Vivion. Dus ik zou voor die Surskit jouw jouw Froakie gebruiken. Ja. Want Fletchling wordt anders hard genaaid, zeg maar. Oeh, dat willen we niet. Alhoewel, hij is nog geen vuur natuurlijk. Hij is normal flying, volgens mij. Ja. Is dat zo? Ja, volgens mij is het net toen ik hem in mijn Pokédex kreeg. Ja, klopt. You are very right. Okay. Roller skates. Hoe doe ik die instellen? Die meteen. Als je loopt, gaat ze meteen aan. Oh. Je hoeft er niks voor te doen. Nope. Chill. Ik ga deze aflevering nog heel eventjes mijn Kakuna laten evalueren. En dan eindigen we de aflevering. En dan kunnen we volgende aflevering samen de dinges doen. De gym leader. Oh, jij bent ook nog niet bij de gym. Oh, ik dacht dat jij al wel bij die gym was. Ja, ik kon de gymleader al doen. Alleen toen bedacht ik me, wacht, dat is niet slim. Met de Surskit. Die Surskit gaat echt veel damage doen op mijn Fennekin. Ja, precies.
Deze Pidgey, gaat dood. En dan hoop ik dat ik level 9 ben en een vuuraanval krijg. Wat is jouw vuurpokémon eigenlijk? Ook Fletchender? Fennekin. Ah. Starter. Ah, ja, kijk, dat is het verschil. En jij mag die omdat die psychic? Ja, wordt? Hij wordt psychic. Ah. Oké. Okay. Spikic, yeah. Sorry. Je kan het niet laten, hè? Ja. Ik word echt gek van die Burmies. Die Burmies doen echt de hele tijd protect. What the fuck? Oh. Nou. Goed om te weten. Protect, hey! Ik kwam ook net een Burmie tegen. Ja, ook gewoon Burmie noemen. Yeah. Op zich is het wel toepasselijk, want als je ze burnt, zijn ze wel dood. Dat klopt, ja. Dus in principe. Als mijn poison sting dan ook gewoon een keer poisoned. Echt, hè? Oh, hij doet struggle. Hij heeft alleen maar protect. Burmie heeft alleen maar protect. Oh, wat een kut Pokémon. Oké, dit duurt wel lang als ik op deze manier... Direct heeft zeker meer priority dan quick attack, ja. Ja, dat is op zich ook wel logisch. Ik wil... ja, oké. Hey, Dunsparce, wel. Die mag ik vangen. Legender level 9. Geen flying en geen vuuraanval. Ik dacht dat de movesets in deze games beter werden. Moet ik even kijken wanneer die een goede aanval leert. Ja, doe maar. Hij leert pack op level 10. Oh. Heb ik hem? Ja? Ik heb mijn Burmie niet... Of mijn Burmie niet Burn Me genoemd, maar Burn My. Oh. Shit happens. Maar goed, dat maakt niet uit. We overleven het wel. Wanneer is de name rater? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan gebeuren. Maar wel jammer. Hey Bunnelby, ga eens neer. Hey, dat werkt. Dat werkt verrassend goed. Deze Dunsparce is echt een bitch. Ja. Wauw, wat een kut Pokémon. Oh, er zijn natuurlijk ook gewoon trainers in de gym. Ik kan net zo goed diep bevechten dan trainen in het wild. Ja. Dat is zeker een goed idee. En dan als ik dan nog niet tevreden ben, dan kan ik altijd dan nog trainen. Precies. Wacht. Moet ik op A drukken om deze gym binnen te gaan? Of... Oh, je kunt wel gewoon doorlopen. Oké. Okay. Oh, is dit die met die quiz? Nee, Een aantal gympuzzles ken ik wel. Nee, het is niet met de quiz. Oh. Waarom doet deze fucking Dunsparce zo moeilijk? Heel web, jongen. Is dit het wereldwijde web? Nee, het is het gymwijde web. En ik moet die druppels volgen of zo? Hoe werkt dit? Als je de druppels volgt, dan kom je meteen bij de gymleader. Oh. Dus je moet niet de druppels volgen. Maar hoe kom je bij die gast dan? Ik ben nu allemaal Pokeballs aan het verneuken voor een Dunsparce die ik toch nooit ga gebruiken. Kijk, that's the spirit. Echt, hè? Ladyba, wat dacht je van? Hè? Badile? Ja. Ik had niks beters. Hey, zal de volgende week... Lay me down. Nee. Sander, volgende week begint ook de Belgische Mol, hè? Oh, dat is nice. Dat is zeer nice. Zeker. En vanavond begint het nieuwe programma op RTL, De Verraders. Ga je dat kijken? Ja. Dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk wel. Nice. Het begint wel veel later dan Wie is de Mol, zag ik. Ja, 9:30. Dat is niet erg, maar... Weet je wat wel erg is? Confusion. Confusion. Ik wou net vragen, zullen we de aflevering beëindigen, maar... Nee, ik zit midden in de confusion.
Op zich, ik hoef deze ladybaar nog maar één keer te tackelen, alleen dan moet ik niet confused raken. Oké. Okay. Kom het puntje, is dat er meerdere keren? Volgens mij wel. Ja, ik merk het. Domme vraag eigenlijk, maar goed. Aangezien het letterlijk gebeurde, maar... Tackle, dood. Ja. Ja. En Lenka is neer. Oh, net geen level up. Oh, Fletchender, wat doe je me aan? Fletchling. Fletchling, ook goed. Nou. Ja, bijna de aflevering. Ik sluit de aflevering maar af. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op Sander's kanaal Gaming SB. Hij staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.